Hoppakee, Hophub gaat naar level 18. Oh, 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 Hophub gaat evolueren. Vandaag gaan we naar het noorden, naar deze vraagtekentjes. Want hier is weer een mass outbreak. En wij gaan proberen de shiny te vangen. Welkom bij aflevering 5 van deze shiny only challenge. Als je dit leuke video's vindt, knal de duimpjes omhoog. Abonneer, zet het belletje aan voor heel veel Nintendo video's. Ik begin echt al een beetje te houden van mijn Pokémon. Hier hebben we shiny Hophub. Ik raak nu al gesteld op hem. Oh, oh, je gaat vechten. Oh, oh, oké. Okay. Ik wil wel even tegen deze man vechten. Ik wil zijn geld. Ik heb namelijk 20.000 Pokémonies nodig. Geld en Pokémon noem ik altijd Pokémonies. Ja, nou. Oh, dit gaat misschien niet goed. Ik wil heel graag de nature van Blissey namelijk gaan veranderen. En daar heb ik 20.000 Pokémonies voor nodig. Maar ik vind het gewoon zo bijzonder dat ik nu al van mijn Pokémon begin te houden. Ik moet natuurlijk best zoveel moeite doen om ze te vangen. En dat zorgt er gewoon voor dat ik heel goed voor ze wil zorgen. Want ik mag niet zomaar iedere Pokémon vangen. Zelfs een battle tegen een level 14. Die fledgling duurt lang. Come on, disarming voice. Ja, nou ja, we hebben toch gewonnen gelukkig. Hoppakee, Blissey naar level 16. Oh, die wil Sing leren. Dan kunnen we iemand in slaap krijgen. Nou, ik laat het lekker zo, denk ik. Alhoewel die attack van Blissey echt waardeloos is. Maar ik wil dus een nature waarin Blissey's defense beter wordt. Want die is ook maar op 11. De defense, die moet echt omhoog. Durf ik tegen jou te vechten? Fungus. Level 14. Ik hoop dat dit te doen is. Kijk hoe weinig damage Hophub doet. We doen allebei zo weinig damage. Ik hoop zo dat we een Pokémon gaan vinden in die map. Outbreak die wel een beetje damage doet. Want de battles duren allemaal zo lang. Oké, maar we hebben tenminste wel gewonnen. Ik kan natuurlijk ook allemaal onnodige dingen gewoon gaan verkopen. Hier, bijvoorbeeld deze items, die gebruik ik toch nooit. Misschien zou ik dat wat vaker moeten doen trouwens. Oeh, als ik al mijn Happiny Dusk gewoon verkoop, dan krijg ik meer dan 5000 Pokémonies. Oké, dit is nice. Oeh, en Stardust kan ik natuurlijk verkopen. Oh, ik ben nu bij dit Pokémon. Ik ben nu bij dit Pokécenter. Dan gaan we zeker zo hier omheen en dan gaan we hier naartoe. Maar eerst even terug naar Metsagoza. Ze zouden beschikbaar moeten zijn in een Chansey-winkel. Alleen zou het ook zomaar kunnen zijn dat op dit punt in het verhaal ik die dingen nog niet kan kopen. Is dit de Chansey's winkel? Ik zie een Chansey-poster hier. Ja, oké. Ik kan dus nog geen mints kopen. Dat kan pas als ik 6 gyms heb verslagen. Dus voorlopig geeft me Blissey nog een slechte verdediging. Arvin die zegt, yo, hier is de Open Sky Titan. Ja, maar daar wil ik nog niet naartoe. Dat komt later pas. Ik wil tegen jou battelen. Miauw. Ik ga niet liegen. Deze Miauw is best wel sterk. Nou, hij doet natuurlijk allemaal physical attacks. Daar kan mijn Blissey gewoon niet zo goed tegen. Deze shiny challenge wordt zo moeilijk. Maar daardoor ook wel heel erg leuk. Oh, zoveel moeite met één Pokémon te verslaan. Oh, ik zie allemaal Psyducks. Tijd om te trainen. Godverdorie, heeft hij gewoon mijn Absorb gedisabled? Echt elke Pokémon doet moeilijk tegenwoordig. Zo kan ik toch niet fatsoenlijk trainen, jongens. Oh my god, mijn Hoppipje kan niet eens een Psyduckje verslaan. Ik krijg spijt van deze challenge, hoor. Ik hou van deze Pokémon, maar ik krijg spijt van de challenge. Er moet echt een goede Pokémon bij. Hoezo is mijn Blissey nu ook al geconfused? Ik heb nog nooit gehad dat ik zoveel moeite had met Psyducks en gewoon enkele Pokémon. Dat is echt bijzonder. Het is een bijzondere challenge. Oké, Psyduck, ben je klaar? Oh, wacht. Ik denk ik ga even kijken bij welke moves Hophub allemaal kent. Maar blijkbaar kent hij ook Bullet Seed. Oh, oké. Het is heel fijn om die te hebben. Dan doen we die in plaats van Tackle. Kijk, misschien kunnen we dan gewoon een Mudbraidje gaan verslaan. Dus ik kan gewoon gelijk 5 keer raken. Natuurlijk raak ik hem maar 2 keer, want ja, zo gaat het nou eenmaal. Nu moet ik hem sowieso vaker raken, want hij heeft zijn defense geboost. Potverdorie Mudbray, waarom doe je dat nou? Weer maar 2 keer. Ik kan toch ook vaker dan 2 keer raken? Toch? Dat is toch deze move? Dit kan toch ook gewoon 5 keer raken? Hier, doe maar even 3 keer nu. Ja, kijk, oké. Ah, we kennen een betere move met Hophub. Oh, ik ben blij. Gelukkig. Nou, nog even een Psyduckie pakken. Atzeflats. Lekker man, Bullet Seed erbij. Hoppakee, Hophub gaat naar level 18. Oh, 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 Hophub gaat evolueren. Oh, maar ik vind Hophub er zo leuk uitzien. Het is zo'n leuke shiny. Maar goed, we moeten door. Hij moet sterker worden. En hier is die hoor. De volgende evolutie. Skyplume. En die heeft dan weer de kleur van een normale Hophub. Roze. Ik heb echt team roze nu op dit moment. Lekker. Oké, jongens. We komen er wel. Heel langzaam wordt team gewoon sterker. Hophub evolueert gewoon. We hebben een Blissey. Zo langzamerhand hoef ik me niet zo'n zorgen meer te maken, hoop ik. We kunnen het even testen tegen deze trainster. Die komt met Oinkaloin ook. Oké, ik denk eigenlijk dat Oinkaloin nog net iets te sterk is, hoor. Level 20 is die. Sleep Powder. Oh nee, dit gaat fout. Deze Pokémon is nog te sterk. Sleep Powder, oké, heel goed. Ik wil Terrestrializen.
Ik wil heel graag Mega Drain en Giga Drain leren, want Absorb is nog echt veel te zwakkie. Ik ga het wel proberen nu ik geterrestrialized ben. Maar ik denk niet dat ik heel veel HP ervoor terugkrijg. 6 HP. We gaan voor Bullet Seed. Let's go. Kom op, pak die Oinkalong. Hopelijk blijft Oinkalong nog heel lang lekker slapen. Oh, die Sleepwouder is dan toch wel chill. Anders waren we echt al lang kapot geweest. Oh, maar kijk hoe weinig damage ik doe. Dit is echt veel te weinig allemaal. Raak er alsjeblieft 5 keer. Nee, waarom raak ik elke keer maar 2 keer? Oh, Oinkalong is wakker. Oh, die gaat mij slopen. Oh my gosh, ik word echt keihard kapot gemaakt. Oh nee, Skyplum. Die skiddo's die staan ook te kijken van waarom? Wat gebeurt er? Het is tijd om de verdedigingstactiek te doen, jongens. Oh my god, nee, dit helpt allemaal niet. Play Rough is een veel te sterke aanval. Blissey heeft geen verdediging. Het is een beetje een waardeloos team. Ik ga dit verliezen. Hard verliezen. Kijk, ik kan helemaal geen damage doen met Blissey. Ik wil wegrennen. Ik geef op. Sorry. Ik heb die chick gewoon bijna 300 Pokémonies betaald voor dit gevecht. Misschien moet ik gewoon eerst even 300 Psyducks verslaan. Dat is een Pokémon die ik goed kan hebben. Dat deze twee Pokémon allebei even level 50 zijn gelijk. Maar hoe ga ik ooit die shiny daar vangen dan? Als ik zo snel kapot ga. Ik moet hier naar links ergens. Maar ik stop eerst even bij het Pokécenter. Zo, dan kunnen we voortaan hier naartoe vliegen. Oh, wacht! Dit is helemaal niet de goede plek. Dit is de desert. Nou, ik als trainer faal net zo hard als mijn Pokémon. Ik moet hier naartoe, naar de Stony Cliff Titan. Oh, maar hier kunnen we ook even kijken. Ja, joh, ik was in een gebied waar ik nog helemaal niet moest zijn. Ja, hier is de goede Titan. Ik kreeg net het belletje van Arvin. Hey, ik heb een Hasty Mint gevonden. Die kan je dus ook gewoon vinden in het wild. Oh. Nou, Hasty is niet de nature die ik wil voor mijn Blissey. Ik wil het liefst een Bold nature. Ik wil dus wel even testen, hè. Of ik deze Clefairy gewoon heel makkelijk kapot kan maken nu met mijn Skyplume. Welk level ben jij? Level 15. Wat gebeurt er als ik een Bullet Seed op jouw hoofd doe? Oh. Oh, dit gaat nog best moeizaam. Ik had verwacht dat dit sneller zou gaan. Maar oké. Raak hem maar even gewoon 5 keer dan. 4 keer is ook goed. Oh, maar 5 keer is echt lekker. Oh nee. Geen stenen op mijn hoofd gooien, Claw. Ik ga hier nog best wel moeite mee krijgen. Dat merk ik alweer. Dan denk je, ja, die kan je makkelijk verslaan. Maar dan heeft hij natuurlijk weer een steentype aanval. Ja, en dat nakt mijn Skyplume dan weer. Oh, daar hangt die Titan. Dat wil ik nog helemaal niet doen. Ik ben veel te benieuwd naar die Mass Outbreak hier voor mijn neus. Wat voor Mass Outbreak zal het zijn? En kan ik er eigenlijk wel komen? Spring gewoon naar beneden. Ik word weer lastiggevallen door Cassiopeia en Clive. Oh, ik heb geen tijd voor jullie jongens. Ga weg. Ik ben op weg om te kijken of ik een shiny kan vinden. Ik wil gewoon weten van welke Pokémon die Outbreak is. Oh, maar ik kan natuurlijk nog niet zwemmen. Is hier ergens een brug? Ja, hier helemaal achter. Maar daar kan ik nog helemaal niet langs. Ga kijken of ik kan cheaten. Oh, bijna! Ja, maar die Pokémon zijn daar vast ook allemaal veel te sterk. Let's go! Ja! Cyclizar! Ik doe lekker waar ik zelf zin in heb, jongens. Ik laat me niet vertellen door het spel wat ik moet doen. Maar waar is die Mass Outbreak dan? Hier achter deze steen ergens. Of is het daarboven? Waar is het? Het is daarboven, hè? Oh, het is een Mass Outbreak van een Basculin. En daar kan ik helemaal nog niet bij. Want ik kan nog niet in het water. Nou, dan gaan we morgen maar weer verder kijken. Want iedere dag zijn de andere Mass Outbreaks te vinden op de map. Dus misschien hebben we morgen meer geluk. Dan gaan we even wat anders proberen. Mijn Skyplume is level 20. Mijn Blissey is level 19. Zou ik de Titan kunnen verslaan? Ik denk zelf van niet. Tenzij ik natuurlijk gelijk in een terraform kom. Want dan is mijn Skyplume een grass type. En dan zijn zijn steenaanvallen niet meer super effective op mij. Misschien moet ik dat eens proberen. Hallo. Hoi. Hallo. Niet weggaan. Ja, je ging naar boven, hè. Ik moet ook naar boven. Hallo. Jij krijgt te maken met mijn shiny team Super Mega Claw. Daar gaan we. Nu ben ik geen flying type meer. Ik ben alleen nog maar een grass type. En dat zou positief kunnen zijn tegen Claw. Hoeveel pijn doen we hem? Oh, 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 Skyplume. Oh, oh, wacht even. Oké. Soepel. Heel soepel. Dit gaat goed. Dit gaat heel goed. We raken hem ook gewoon gelijk 4 keer. Oh, dit is lekker, jongens. Dit is lekker. Maar de grote vraag is, kan ik nu opnieuw terrestrialize of is dat nu klaar? Hij is hier beneden. Ja, je bent hier naartoe gegaan. Ik spring op je hoofd, jongen. Boom. Ja, kijk, maar nu wordt hij lijp, hè. Nu wordt hij helemaal lijp. Hij gaat weer eten, maar ik krijg hulp van Arvin. Alsjeblieft, laat me terrestrialize. Ja, lekker. Oké, Arvin, let's go, let's go, let's go. We gaan de eerste Titan pakken, jongen. Als ik dan geen shiny kan vangen in deze video, dan gaan we maar wat anders doen. Dan gaan we mijn Skyplume laten evolueren. Terrestrialize naar een Grassform. En deze big ass Claw pakken. Bullet Seed, let's go. Hopelijk raken we hem weer lekker vaak. Oh, nee, 2 keer. Maar ik denk niet dat ik me heel veel zorgen hoef te maken. Hij doet een Rock Tomb ook op Shellder. Shellder heeft natuurlijk ook nog waterpistooltje, wat ook super effective is.
Ja, we maken hem kapot. Lekker, Arvin. Dit gaan we gewoon doen. We gaan Mirai'den upgraden. Wat kan die dan ook weer nu als eerst? Gaat hij nu verder of hoger kunnen springen? Kunnen zwemmen? Kunnen zweven? Ik weet het niet meer. Klaf wordt nog even heel erg boos. Maar misschien kan Shellder hem deze beurt wel slopen. Ik krijg nu een Rock Tom op mijn hoofd. Doet alsnog pijn, hè, jongens. Je zag het. De helft van mijn HP is gewoon weg. Oh, Shellder denkt, ik ga even leer doen. Dat lijkt me nuttig. We hebben hem bijna kapot, maar ik ga leer doen. Ja, Shellder, bedankt, hè. Oh, ik was gewoon bijna kapot nu, hè, Shellder. Je had hem gewoon aan moeten vallen met je waterpistool, man. Dan was die klaf klaar geweest. Potverdorie. Slechte trainer, Arvin. Nou, ik ben een trainer die gewoon compleet de verkeerde kant op loopt op de wereldmap. Dus, ik mag niks zeggen. Lekker gedaan, Skyploompie. Lekker. Ja, 403 XP. Geen level omhoog. Dat maakt niet uit, we hebben het gehaald. Laten we hopen dat morgen wel op een goede plek ergens een mass outbreak is. Zodat we weer een nieuwe shiny aan ons team kunnen toevoegen. Welke shiny hoop jij dat het is? Laat het weten in de reacties. Doe duimpjes omhoog en abonneer, zet het belletje aan als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!